Dat was voor mij pam. Ik weet het, hij is het. Hij kijkt mij zo aan. En ik had natuurlijk toen ook wel door dat ik dacht, ja kut, hij merkt dit nu wel. Nu ik dat zo terugzag, dacht ik wel echt van fucking hell gewoon. Ik ben de mol. Hoe heb jij het dan beleefd, hè? Het hele spel, laat me leugens, leugens en bedrog. Daniel Verlaan, meekomen nu. Hey Jurre. Ja? Ja, dat ging niet goed bij mij. Nee, hè? Ik zat op Daniel. Ja, ik zag het. Ja. Maar ik vond het zo leuk om alles te zien. En ik ben, ja, echt. Ik zag jou ineens turnen naar Daniel. Ik denk, wat ben je nou aan het doen, jongen? De rubber ducky hint, het gehussel bij de muziekopdracht, de jokers op het schip, de formulieren in het doolhof, het ei met het geld die je met je voet weghaalt, de blunder bij het paragliden en toch ben je niet de mol. Heftig, hè? Ik sta er ook zelf aan te kijken als je dit allemaal opnoemt. Ja. Maar deze hits zijn toch veel sterker dan die daar Jurre? Het zijn hele goede hints. Het zijn mega goede hints. Hey Rick, wat is nou de meest bizarre theorie die jij er voorbij hebt horen komen dit seizoen? Oh, dat is een goede vraag. Ja, ik mag hem maar instellen. Dus ik stel meteen een goede. Echt een goede hint was dat telefoonnummer dat opgeteld precies mijn geboortedatum was. Ik dacht, nou ja, dit is nog bijna geen toeval meer. De Olympische kleuren waren natuurlijk heel, heel obvious. Zo van, of een kettingje van een leeuw, wat ik heel vaak droeg. Bij de eerste foto stond ik zo, maar dat is gewoon mijn hand. En toen dachten ze dat ik een M deed en dat ik daarom de mol was. Heel grappig, dat ik misschien wel heel goed zou kunnen zingen, maar deed alsof ik niet kon zingen, waardoor er dan weinig geld op mij werd ingezet. Kan je goed zingen? Grappig. Nee, ik kan echt niet zingen. Lang zal ze leven. Heel mooi. Ik kan echt niet zingen. En ik had een soort een keer open schoenen aan. Toen zeiden ze, ja, Aniek is de mol, want die heeft altijd dichte schoenen. En nu toevallig open schoenen. Ja, terwijl, ik weet ook niet, ik had gewoon open schoenen. Goeie hit. Alleen Daniel heeft jou ontmaskerd. Hoe kan dat toch? Ja, hoe kan dat toch? Als heel Nederland? Als het grootste deel van Nederland mij wel door heeft. De grap is dat ik vind dat heel veel kijkers best wel goed door hadden wat er aan de hand was. Is dat ook niet jammer? Nee, er zijn ook mensen die zeggen, ja, je kunt het nooit weten bij wie is de mol, wie de mol is. Dat is niet waar. In eerste instantie dacht ik, shit, dit is niet goed. Maar voor mijn voornaamste ding was natuurlijk door de groep niet ontdekt worden. En wat ik wel heel erg leuk hieraan vind is dat je hoopt als kijker dat je een eerlijke kans krijgt om het te kunnen raden. En ja, er viel bijna niet omheen te editen. Ik had zoveel streken. Er gaan wat geruchten rond. Dat vorig jaar was Everon de mol. En toen vonden veel moloten het erg moeilijk om zijn acties te zien. Nu waren Jurre's acties best wel duidelijk in beeld. Is daar over nagedacht? Nee. Nee, dat, weet je, het is niet zo dat wij een soort filter hebben die je over alle molacties heen kan zetten, waarbij je dan nooit meer ziet wat de mol doet. Zo werkt het niet. De mol doet wat hij doet en dat is in beeld. En jij moet er als kijker een mening over vormen. En ik denk dat het heel goed is dat je gewoon dit jaar hebt kunnen zien hoe Jurre het heeft gedaan. Ik dacht gewoon, ja, let's go. Ik ben maar één keer de mol. En als de groep me toch niet verdenkt, ja, fuck it. Kijk, als het nooit lukt om de mol te raden, ja, dan is er niks meer aan, toch? De bad eend hint. Die hint sloeg op iedereen, behalve op jou. Nee. Hoe zat dat nou? Nou, ja, van dat Guus geluk of zo. Ja. Ja, maar die vind ik wel zwak. Nou ja. Nou ja, Ranomi zwemmen, die was iets te makkelijk, vind ik. Was dat een officiële hint dan, Guus geluk? Ja. Ja, oh, ik word al mijn hele leven Guus geluk genoemd. En de eend is natuurlijk uit de Donald Duck. En ik had nog dat gele vogeltje op mijn t-shirt. Ja, die zag ik, ja. En geel is dus de kleur van geluk. Dus of vind jij hem nou zwak omdat je hem niet door had? Die bad-eend die jij optilde in aflevering 1, wat was dat? Nou ja, dat was echt een voorbeeld van er gebeuren soms dingen. En ja, acteurs die spelen een rol, die spelen iemand anders. En ik ben natuurlijk altijd mezelf geweest, als de zwemster op tv geweest. En daar heb ik gewoon heel goed gebruik van gemaakt, denk ik. En heel handig gebruik van gemaakt door andere kandidaten een beetje op het verkeerde spoor te brengen. Je viel natuurlijk als eerste af. Ja. En daarna nog een keer. Schrijf het er nog even. Ja, mee, maar dat doet wel pijn natuurlijk. Ja, ja. Heeft Jurre al sorry gezegd daarvoor? Nee, ik moet hem nog even spreken. Nee. Wat heel erg prettig was aan die opdracht, dat ik wilde veel geld ophalen zodat Saar hopelijk terug zou komen en we dat geld kwijt zouden raken. Dat was helemaal niet jouw schuld.
Sarah niet terugkwam. Nee, want ik was juist echt als de malle die balletjes aan het rapen. En dat was heel erg fijn, want ik kon en de fanatieke kandidaat zijn. En ik wist al dat dat handig was, omdat we dan Saar konden terugkopen. Favoriete actie was dat hij met dat koor eruit werd gepikt. En dat hij zo boos was en zo verbolgen. En dat hij op een gegeven moment na een half uur nog steeds tegen mij liep te zeiken. Hij was zo boos, nog de hele tijd ook in die treinreis. In die busreis, in die treinreis. Wat is dit nou weer? Hoeveel wijn heb je op? 2. Maar toen dacht ik van ja, die is zo fanatiek. Dat kan hem nooit zijn, hè? En toen voelden wij ons echt schuldig. Dat wij de hele tijd zo tegen hem zeiden van, wat heb je gedaan? Maar ja, als ik dan nu net dit hoor, wat hij heeft uitgebracht, dan denk ik echt, het was inderdaad heel vals. De opdracht omleiding in het woestijn met de kwads. Wat ging daar mis? Ja, er ging een hoop mis. Want ik eigenlijk als mol had ik heel snel door dat ik weinig kon doen. Want Daniel had heel erg sterk de leiding. En als ik dan op zo'n moment dat helemaal moet omturnen, dan ga ik zo opvallen. Dus dat was gewoon een kwestie van leuk met de groep meedoen. Dat geldt maar even voor mijn verlies nemen en vooral niet opvallen. Bij de opdracht per definitie had jij bij het woord glansgans, had jij het woord model bedacht. Was dat nou expres een anagram? Dat was zeker expres. Die had jij door, toch? Ja, zeker. Ja, 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 ja. Maar toen ging ik op jou voor 2 afleveringen. Oh, echt? 2 is niet veel, hè? Nee, dat is niet genoeg. Die opdracht in het Doolhof, daar had je die formulieren en jij werd door veel moloten beticht dat jij veel te veel formulieren had meegenomen. Hoe zit dat? Nou, dat klopt. De moloten hebben volledig gelijk. Ik had volgens mij 5 pakbonnen met heel veel geld en het was ook mijn doel om daar te mollen. Ik dacht, ik moet mezelf verdacht gaan maken, anders gaat niemand meer op mij. Dus ik ben het Doolhof ingegaan als eerste, puur om zoveel mogelijk pakbonnen te pakken en mezelf af te laten gaan. Ik wil het er toch even over hebben, want er was een dingetje op Twitter. Daar kwamen wat reacties voorbij over jou en jij reageerde daarop. Oh ja, dat ga je nooit moeten doen. Nou, dat vond ik zo onaardig. Ik, waarom moet je nou een leuk spel meteen weer zo negatief of vervelend maken? Maar ja, je moet dus blijkbaar nooit ergens op ingaan, want die vrouw heeft meteen een foto gemaakt en dat op Twitter zet, ja. Dus ik ben er nooit meer op gegaan. Toch omdat ik met hem die stoelopdracht deed bij de kerk, waarin ik gewoon onwijs mijn best liep te doen. En hij totaal alleen maar die portofoon indrukte, waardoor niks te horen was. En nu denk ik echt van, waarom zag ik dat niet, weet je wel? Ik zie ook aan mezelf dat als ik dat terugkijk, dat ik er net iets te lekker in zit. Want ja, ik neem daar zulke risico's. Ik ga op een gegeven moment ga ik nog mijn eigen outfit omschrijven. En, het was wel ontdekt door de kijkers. Baalde zeker je daarvan? Nee, dat vond ik dus juist hartstikke leuk. Dani en Ranomi hadden het niet ontdekt. En ik vond het juist zo leuk dat het online wel werd opgepakt. Nu ik dat zo terugzag, dacht ik wel echt van fucking hell gewoon. De roadtrip. Ja. Je schopte met je voet, je deed met je voet bij dat ei. Ja. Wat deed je daar? Ja, ik zat te kijken, ik wist het dus niet meer. Ik had het idee dat ik dat ei al had gecheckt of zo. Dat ik zat te kijken of er iets in zat. En dat ik dacht dat er niks in zat. Ik denk dat dat was, maar ik was het niet bewust. Oprecht niet. Nee, ja. Ik zat ook net te kijken, wat doe jij nou weer? Heel raar, heel verdacht. De safari-opdracht. Jullie moesten foto's maken, maar er gingen geruchten rond dat jij niet je eigen foto's hebt gemaakt. Ja, nee. Ik heb heel erg mijn eigen foto's gemaakt. Helder. En ik had ook het concept, heb ik ook pas daar bedacht. Ik heb nog nooit de camera in mijn handen gehad. Jij won daar die finale vrijstelling. Oh my god, nee. Oh, ik zit in de finale. Wat vond je zelf van jouw reactie daarop? Heel slecht. Ja, oeh. Ja, en ik denk ook wat ik het vreselijke daaraan vond, was dat normaal heb ik altijd reacties om te spiegelen. En nu stond ik gewoon helemaal alleen stond ik daar. En dat was zo erg. Veel mensen vonden dat juist heel erg verdacht. Heb je als mol niet te veel gewonnen achteraf? Nee, dat denk ik niet. Want ja, mijn enige maatstaaf is dat gewoon in de groep alleen maar Daniel op mij zat. En winnen betekent ook geld uit de pot kunnen spelen of een date hebben met jezelf, waardoor je hopelijk niet ontdekt wordt. En, ja, dus je wil ook gewoon vaak winnen om gewoon je molschap goed vol te kunnen houden. Ja, ik vond het op een gegeven moment ook bijna gênant dat ik dacht, ik ben al de mol. Het lijkt wel alsof ik dit hele programma dan ook nog eens om mij laat draaien. Die tongpunt R. Ja, die laat hem even horen. Over dat telefoontje, hè? Onze stemexpert wist het zeker. De tongpunt R. Laat je tongpunt R eens horen. Wat zij zei klopte namelijk wel. Er was maar één iemand die stem had en dat was ik. Ooit is in Wie is de Mol de fout gemaakt om daarmee de stem van de mol te gebruiken.
En eigenlijk wat we dit jaar hebben gebruikt is een stemcomputer. Dus ik tik een antwoord in en daar komt een stem uit en die zegt die zin. Want ja, wij kunnen ook wel raden dat jij natuurlijk die hele stem gaat ontleden. Dat risico kunnen we niet nemen. En die glitch, die M op jouw shirt ineens. Ja, en ik zag ook dat mensen zeiden, ja dat stond er gewoon op dat shirt, maar dat stond er helemaal niet op. Maar wat is dat dan? Ja, dat weet ik veel. Dat heb je toch al even nagevraagd? Ik ga dat dadelijk eens even vragen. Maar dan ben je wel te laat mee. Maar nu weet ik het antwoord niet. Ja, dat is waar. Sorry. Ik laat het wel even weten, Max. Ben je wel eens door de mand gevallen bij een molactie? Nou ja, bij Daniel. Bij dat spookhotel. Het enige wat je moet weten als kandidaat is wanneer iets gebeurt met voorkennis. En je hoeft maar één keer dat mee te maken en dan heb je de mol. Dat was bij de Morsecode. Toen hij een woord ontcijferde wat gewoon niet klopte. En wat hij van tevoren moest weten dat 5 letters had. Dat was voor mij, pam, ik weet het, hij is het. Je ziet ook al in de aflevering dat hij kijkt mij zo aan. En ik had natuurlijk toen ook wel door dat ik dacht, ja kut, hij merkt dit nu wel. Hoe zit jouw band met Daniel? Mijn band met Daniel? Dat hou ik even tussen Daniel en mij. Er gingen allemaal geruchten rond ineens. Ja, ik hoorde het ook en ik zag het ook allemaal. Wij gingen zo stuk om al die TikTok allemaal naar elkaar doorsturen en het neukbondje, what the fuck. Wij zijn hele goede vrienden, we zien elkaar elke week, spreken elkaar bijna elke dag. Ik ben heel blij dat elkaar heb leren kennen. Heb je een relatie? Daar doe ik geen uitspraak over. Hij is gelukkig, heel gelukkig in de liefde. En ik bord dat vast ook weer. Hij wilde zelf dat niet bevestigen dat hij gelukkig was in de liefde. Maar bedankt dat jij dat doet. Oh. Volgend jaar weer een nieuw seizoen. Heb je al een tipje van de sluier? Nee, natuurlijk niet. Nee, weer gek. Jullie zijn wel al op reis geweest, hoorde ik. Was het leuk? Ik was er niet bij, dus ik heb geen idee. Maar wij werken altijd tijdens het lopende seizoen al aan het nieuwe seizoen. We hebben alle kandidaten al. Ik bedoel, we zijn er klaar voor. In dat opzicht. Maar er moeten nog heel veel dingen gebeuren. Dus... Komt die gouden vrijstelling nou eens een keertje? Die gele gouden vrijstelling? Ik zou zeggen, wacht maar lekker af.